Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hangt er nog veel bewolking boven het land, maar vooral in het oosten en noordoosten schijnt al van tijd tot tijd de zon. In de loop van de dag gaat de zon steeds vaker doorbreken, maar uit de wolkenvelden, die vooral vanochtend dus nog overdrijven, kan ook verspreid wat lichte regen vallen. In de middag is nog kans op een enkele lichte regenbui. Verder wordt het 19 tot 21 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en er komen er meer brede opklaringen en het koelt af tot een graad of 18. Verder staat er weinig wind. Morgen begint de dag in eerste instantie met wat nevel of mist, maar die verdwijnt al snel en dan schijnt van tijd tot tijd de zon. Later op de dag komt er in het zuidwesten meer bewolking en valt daar mogelijk een wat lichte regen, maar verder blijft het droog en wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Ook vrijdag, tamelijk veel bewolking in de westelijke helft van het land, met mogelijk een enkele regenbui. In het oosten schijnt de zon vaker: het wordt 23 tot 26 graden. Zaterdag wordt het 24 tot 28 graden en is het droog met flink veel zon. Zondag komen er regen- en onweersbuien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.